het is hier allemaal schoon, andere plant erin. En dan is het hier gelijk extreem koud. Nou, dat moet nog. Maar kijk, hier heb ik al een heleboel weg. Ja, dat zullen we jullie dus even laten zien. Ik draai weer. Een hele goede middag, lieve vrienden. Ja, oprecht een goede middag. Het is vandaag alweer, wat voor dag is het? Vandaag maandag is het. En we leven op de 20ste van de 6e 2022. En het is 13:12. Ja, ook dat nog eens een keer. Ik ga zo weer met de hondjes uit. En als ik terugkom, neem ik dan lekker een bakje koffie. En dan ga ik weer in de tuin bezig. Ja. En we zien wel weer waar het schip gaat stranden. Ja, want ik wil die tuin voor donderdag netjes hebben. Simpel zat. Dus ja, ik moet er weer tegenaan. Het zonnetje schijnt, maar het is wel weer kouder dan het gisteren was. Hey Google, hoeveel graden is het buiten? Nou, er ook bezig na te denken. In Den Helder is het op dit moment 17 graden. Nou, het is nou weer 17 graden. Nou ja, lekkere temperatuur om bij te werken. Ik doe mijn dunne jas aan, mijn dikke jas heb ik nog van vannacht daar neergelegen. Want die had ik vannacht wel weer nodig, want het was koud vannacht. En een hele harde wind stond er. Ook dat nog eens een keer. Maar in ieder geval, ik doe mijn dunne jas aan, mijn vest er lekker onder. En dan gaan we lekker even met die meisjes lopen. Ja. Want dat moet ook weer gebeuren van tijd tot tijd. Ja. En ik wens jullie natuurlijk welkom bij een gloednieuwe vlog. Ja, ook dat nog. En ik wens jullie natuurlijk ook al het goeds toe voor vandaag. Heb een fijne dag, heb een gezellige dag, heb een liefdevolle dag. Noem maar op, alles wat je maar wensen wilt en wensen kan, dat gun ik jullie. Ja, echt waar. En geniet van alles ook. En vooral als het mooi weer is, knap weer is, kan je daarvan genieten. Ook al is er wel eens een wolkje, nou ja, lekker belangrijk waar die wolk maar gaat. Achter die wolk komt toch weer de zon vandaan. Ja. Dus ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen, maar geniet ook weer heerlijk met ons mee. Ja, lieve vrienden, ik ben alweer bezig geweest, maar nog niet in de tuin, maar... voor nu is het achter de poort. Maar als je eraan komt, voor. Dus ook mijn ingang. Ik heb dus al wel een kruid weggehad, maar ik moet nog aanvegen, dus ik laat het jullie wel even zien. En ik hoop dat die man dus komt. Die zou uit zijn werk vandaan komen. Nou, hij is klaar om 4:00, dus zegt dat hij 4:45, 4:00 is. Wel laat, maar ja, lang licht. Is een pluspunt. Maar in ieder geval, ik heb ook een hele fijne mededeling. En ik ben zo trots als een pauw. Ik heb er hoofdpijn van. Ja, en vooral als ik voorover ga staan, dan is bong, bong, bong. Ga ik weer omhoog, dan is het weer rustig, dan valt het wel weer mee, kan ik weer lachen enzovoort. Maar zit ook denk ik niet goed, maar dat maakt niet uit. Maar in ieder geval, ik ben zo trots als een pauw op mijn dochter Karin. Gefeliciteerd. Is het toch nog goed geweest dat ik vannacht ging duimen. Geduimd voor jou. Ja. Waarom? Nou ja, dat laat ik aan haar zelf over om dat te vertellen. In haar eigen vlog. Dus dat doe ik niet. Maar ik ben trots en ik ben blij. Ik zeg ik maar gefeliciteerd, lieve schat. Meer zeg ik niet. Nee. In ieder geval, we zien het vanzelf verder wel. Ik ga jullie nou even buiten laten zien, dus ik draai jullie even om. Ja, echt waar. En dan lopen we er even naartoe. Blijf, blijf, blijf. Ik moet geen kleine meisjes achter me aan. Daar naartoe. Blijf. Blijf. Zo. Kijk, daar heb ik het ook weg, die troep.
het is hier allemaal schoon, andere plant erin. En dan is het hier gelijk extreem koud. Nou, dat moet nog. Maar kijk, hier heb ik al een heleboel weg. Dat krijg ik niet weg, dat stuk. Dat is zo taai als de neten. Nou, dat mag hij doen. Ik ga het aanvegen ook. Maar het waait hier echt als een raket. Het is hier ook koud. Ja, niks aan. Moet eigenlijk windje. En daarom heb ik het ook al weggehaald. Tegen de schutting aan dan. De rest moet nog, maar het is hier koud. Het is hier niet fijn om te werken. Dus ja, vegen helpt ook niet. Dus ja, dat dus. En het is hier lekkerder achter de schutting. Ja. Kijk, en dan wil ik straks de picknicktafel aan de kant hebben. Zodat ik dit kan ook dan gedaan worden. Dat moet allemaal weg. En kijk, aardbeestjes. Ja, aardbeestjes. Lekkere aardbeestjes. Ja. Nou, dan heb ik er toch weer een paar. Ja, echt waar. Nou, daar ben ik weer blij mee. Echt wel. Oh, ik dacht dat ze... Oh, daar. Wat moet je? Wat moet je dan? Kom dan. Wat is dan? Kom dan. Nee? Zo dan. Ja, en toen had ik die aardbeien in mijn hand. Jullie in mijn hand. En ik kan niet lopen. Nee, dat gaat het er nou niet worden. Nou, dan leg ik het. Het moet toch afgewassen worden. Hup, even op dat blik. Hup. Ja, even op dat blik. Zo. Nou, dan gaan we weer naar binnen. Ook heb ik lekker een bakje koffie staan. Ja. En wat ik ga doen, dat is die containers straks even daar weghalen. Dan kan ik in ieder geval daar al wat beginnen. In dat hoekje. Ja. En dat bruine, dat kan ook weg. Dus ja. Maak ik toch weer een beginnetje in de tuin. Want het is daar niet te werken voor mij. Nou, kijk nou. Even lekker spelen. Even lekker spelen. Wat? Lekker hè, meisjes. Die is zo verrekte snel, die. Hé? Ja, je bent snel. Snelle Jelle, zeggen we altijd. Hé? Snelle Jelle. Nou, we gaan even naar binnen. Het is, ze zeggen dat de hele week zomer zou wezen, maar ik vind dit niet zomers hoor. Echt niet. Ik vind dit niet zomers. Het waait als een raket, het is niet warm. Het voelt kouder aan dan dat ze eigenlijk zeggen, want gisteren was het ook 17 graden. Maar, ja, moet ik erbij zeggen, het waait het niet zoals nu. Dus ja, dat dus. Nou, lieve vrienden, geniet ze. Ja, lieve vrienden, ik ben toch maar wel weer verder aan de andere kant van de poort bezig geweest. Nee, Rijka. Nee. Nee, je gaat niet mee. Noppendendo. Dus ja, dit moet dus nog, zoals jullie begrijpen. Dat moet nog, ja. Maar mijn intree is tot zover wel schoon. En ik ben op weg af weer. Maar het is bijna 4 uur. Ik hoop dat hij komt. Ja, dat zullen we jullie dus even laten zien. Ik draai jullie even om. Ja. Het is zo goed allemaal als weg. Nog klein spul, maar je kan hier amper vegen, want het waait gewoon om je oren. Dus ja, dan zomaar. Dus, nou.
Het is allemaal netjes. Musjes in de tuin. Hé, musjes in de tuin. Leuk. Zo leuk. Nog een musjes op mijn dak. En vliegers. Oh nee, daar zitten ze nog. Dat is in mijn pijn. Zo leuk. Nou, gaat zo. Zo, nou dan zullen we weer naar binnen. En een bakje koffie maken. Ja, zoals ik al zei, ja, je ziet hier dat spul nog allemaal. Maar ja, ik heb toch het meeste weg. En ik wil die bak eruit hebben. Die buis moet uit elkaar, dat soortje moet uit elkaar. En de gieters die gaan de schuur even in en de rest kan allemaal weg. Ja, die parasolpoot niet. Want die is van mijn parasol. Ik heb er nou twee. Dus ja, ik kan twee parasols neerzetten. Een kleine en een grote. Ja, wat moet je? Nou, kom. Kom. 1. Rijka, 1. Nee, doe je het niet? Pak ik wat anders. Hallo? Elwing, kom. Rijka, kom. Ja, die denkt zo. 1, 2. Oh, ja, je weet het. Zo. Kleine boef. Zo, nou, ik ben toch wel weer trots op mezelf. En dat in die wind. Ik zal jullie zo weer even omdraaien als ik zit. Zo. Voilà. Zo, en daar zijn we weer. Zo meteen mijn stok weer even ophangen. Of lukt dat zo? Nee, dat lukt zo niet. Ja, meisje, wat is er? Hé, wat is er, meisje? Hé, wat is het dan? Ja, je bent ook lief. Moet je een stokkie? Of koekie? Ja, dat dacht ik al. Oké, dan. Nou ja, ik geef ze wat lekkers, want dat hebben ze wel weer verdiend. En ik ga koffie maken en ik ga even uitrusten. Want als die al komt, dan heb ik weer genoeg te doen. Dus ik zeg, lieve vrienden, geniet zo verder en tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben back af. Maar de tuin is tot zover klaar. De bak moet nog enkel uit elkaar en die vlaggenmast moet nog uit de grond. De rest is de tuin keurig netjes. Ik heb er net ook nog weer een zijdeplant naar beneden gehaald die ik toch niet gebruikte. Ik denk, nou hup, de tuin in. Ik had die in die grijze bak met die poot eronder. Dus ja, dat laat ik jullie zo meteen allemaal even zien wat nog gedaan moet worden en wat gedaan is. En nou ja. Het is een hele verandering. Ja, ruimte daar. En dan lekker ook verder in mijn huisje nog, want het is hier ook een puinhoop. Maar morgen komt Claudia en dan ga ik haar helpen. Mijn bureau schoonmaken, de plankjes schoonmaken, ja, een opruiming houden. Ja, dat kijken wat we kunnen doen en regelen en... Nou ja, opruiming houden. Het moet schoongemaakt worden en dat is ook opruiming. Ja, van stof. En ik ga ze ook met de hondjes weer uit. En, maar ik laat jullie nou eerst buiten zien. Dus ik draai jullie weer even gezellig om. En dan gaan we naar buiten toe. Zo, even deurtje dicht.
Nou, daar zit plastic in. Wanneer dat moet, weet ik niet. Als, ik denk dat ik het maar even in de schuur zet. Want als het al gaat regenen voordat ik dat op kan hangen, nou, dan komt het vol met water te zitten. En dat, maar nee, want hij is ook al een beetje stuk. Nou, dat is ook voor zijn plek geweest allemaal. Ja, ik ben hem enorm dankbaar. Nou, ja, dat moet er ook allemaal nog uit, dat is logisch, maar dat is voor de gemeente. Daar heb ik dus, zo zei de plant ingezet. Maar die staat daar ook eentje van in de hoek. Die zien jullie denk ik nou niet. Nou, de stoelen staan nou daar. Helemaal geweldig. Dit is dus helemaal weg geweest. Wat ik wel weet, het is, hij weet wel van aanpakken, maar hij weet niet van vegen. Nee. Dat had dus weggemoeten. Maar ja, komt nog wel met straten. Wat zie ik daar liggen? Een hele mooie steen. Ja. Nou ja. En nog een platte steen. Die zijn mooi. Ja. Hier, die gaat niet weg. Er zit nog zand in. Dus helemaal geweldig. Voor de straten. Een emmertje met zand. Dus dat komt wel goed. Dat is ook voor de plek geweest. Ook ja, bij dat rekwerk staat nog een klein stukje groen overeind. Maar oké, dat is een kniesoort die dat ziet. Niemand dus. Nou, hier ook wel echt staat deze troep. Ja, dat gaat allemaal naar grof vuil. Enkel die gieten niet. Die moet even schoongemaakt worden. En dus. Nou, ja, dat dus. En. Hop. Ook schoon en netjes. Ja, ik ben er weer blij mee. Ik ben er weer blij mee. Ja, ik ben er helemaal weer blij mee. Nou, ik draai jullie weer even om. Zo. Ja, ik ben er echt blij mee. En ook de vlinderstruik die begint het te doen. Want kijk, daar komen de bloemetjes eraan. Ja, daar nog niet. Maar ik had nog eentje te zien, maar die ben ik nou weer even kwijt. Ja, en ik zie ook wat. En dat zijn geen luizen. Dan moet ik afwasmiddel spuiten. Ja. Yeah. Ja, ik geloof dat luis heet, weet ik veel. Nee, is het toch niet? Het is enkel daar. Die is zwart. Nee, ze bekijken het maar. Had maar geen luizen moeten worden. En ze zijn ook weer ergens anders goed voor, zover ik weet. Maar ja, ze bekijken het maar. Zolang ik het niet binnen heb, toch? Nou, en ik vind dit ook wel leuk zo, ja. Ja, toch? Is toch leuk? Ja, wat moet ik er anders mee? Het staat maar in die logeerkamer in een hoekje gepropt. Net zoals die. Die stond ook in een hoekje gepropt. Nou, maar ja, die wil niet verder zakken. Die pot die is te groot. En ik kreeg hem ook niet uit. Want dat zit muurvast. Dus ja, nou ja, dat dus. Ik ben er blij mee. En als die bak weggaat, dan kan Karin de fiets tegen de schutting aan en ze moet even hoe noem je dat? Een fietszeil kopen, weet ik wel. Die kun je speciaal voor fietsen ook krijgen. Ja. Nou ja, ik ben er dus blij mee, zoals ik al zei. En we gaan weer naar binnen. Nee, terug. We gaan zo lopen. Wat vind je daarvan? Ja, we gaan zo lopen. Dus ja, ik ben blij en dat is gewoon fijn. En ik mag hopen dat jullie het ook mooi vinden, dat het opgeknapt is. En het meeste heb ik toch zelf gedaan. En dit stuk had ik hulp bij en dat smalle stukje. En moest lachen. Hij had geveegd. Maar ik zag nog wat, dus ik pak ook de bezem. Ik zeg, zal ik nou ook eens even vegen? Ja, ik ben een kreng hoor. Ik ga je pesten.
Dat, ja, toen kon hij opvegen met stof en blik. Ja. Er kwam dan zoveel los. Ik denk, nou. Ja, hij is eentje die is gauw tevreden. Nou, ik niet. Het moet schoon en netjes. En wat weg kan, geen weg.nl. Ja. Maar in ieder geval, lieve vrienden, ik heb jeuk. Ja, moet ik even klauwen. Heb ik er gemak van. Ik ga mijn handen weer even wassen. En ik ga water drinken. En dan ga ik mijn meisjes uitlaten. Want het loopt tegen 6:30 aan. En ik wil wel weer goede tijden, slechte tijden zien. En ik moet nog eten. En ja, wat moet ik niet? Ik moet nog een vlog in elkaar zetten. Ook dat nog. Dus ja, we gaan opschieten, ik zou zeggen. Geniet van jullie avond. Gaan wij ook doen. En tot later. Let them crash down on me. And you showed me the way. The best things in life are free.